Breda Nu. Je weet het meteen. Altijd lekker om in de winter een rondje te schaatsen. Een groep studenten die is hier met een speciale reden. Ik ga ze vragen waarom. We schaatsen vandaag voor de Syrische kinderen om die een deken te geven. Want in de vrieskou leven zij op dit moment, ook al zijn ze op de vlucht, blijven ze nog steeds in de vluchtelingskampen heel koud zijn. En daarom voor een hele kwalitatieve goede deken moet geld worden opgehaald. Nou hebben jullie deze actie hier om te schaatsen voor UNICEF. Gebeurt dat ieder jaar of is dit een nieuwe actie? Onze UNICEF on Ice hebben wij 3 jaar geleden verzonnen in de studentenkamer bij ons thuis. En het leuke daaraan is dat het nu voor de 3e jaar in Breda wordt georganiseerd. En het allerleukste is dat het nu ook een landelijke actie is geworden. Dus bijvoorbeeld afgelopen oktober, november is in Tialf, Heerenveen ook UNICEF on Ice georganiseerd. Oh, dat is wel super natuurlijk. En is dan dat iedere actie een eigen doel van UNICEF heeft of is het nu allemaal voor Syrië? Op dit moment, ja, altijd is er een andere soort actie. En wij schaatsen vandaag voor Syrië. Omdat wij de ironie er wel heel erg in zien en dat het echt wel, wij staan in de kou, maar zij staan nog kouder. En daarom haken wij hierop in, omdat ja, het is gewoon verschrikkelijk om in de kou te moeten leven. Hoeveel geld hebben jullie al opgehaald? Want dat is natuurlijk het doel, daar ben ik wel benieuwd naar. Voor onze sponsoractie hebben wij al €674 opgehaald. Verder krijgen wij €1 per verkocht ticket. Ja, en dat weten wij helaas nog niet. Maar zo te zien is het al heel veel. Voor de kinderen organiseerden jullie hier nu ook van alles. Behalve dat jullie dus zelf rondjes schaatsen. Wat was er voor de kinderen hier te doen? Voor de kinderen hebben wij een springkussen en kunnen ze zich laten sminken. Dankjewel en heel veel succes met de actie. Dankjewel.